Hallo, mijn naam is Aaron Bom. Ik ben werkzaam bij Syngenta. En ik hou me bezig met enerzijds spuittechniek en anderzijds agrarische apps. En voor één van deze agrarische apps sta ik hier op dit moment. Deze app heet Spray Assist. En Spray Assist, zoals u ook al aan de naam kunt zien, helpt u bij het assisteren bij een bespuiting. Binnen de bespuiting zien we eigenlijk, zoals op deze slide ook zichtbaar is, het product als de basis. Het product geeft de effectiviteit mee van de gehele bespuiting. Maar er zijn ook andere factoren die rekening houden met de bespuiting. Zo kunnen we bijvoorbeeld naar het weer kijken, maar ook naar de machine. Bij het weer kunnen we bijvoorbeeld wind zien als een belangrijke factor. Wind kan ervoor zorgen dat het product verwaait, waardoor het niet op de gewenste plek terechtkomt en dus ook geen effectiviteit kan geven de ziekte of plaag waar het voor bedoeld is. Naast wind kunnen we ook bijvoorbeeld regen en temperatuur zien als belangrijke factoren die invloed hebben op de effectiviteit van de bespuiting. Als we meer naar het mechanische, naar de machine kijken, hebben we het watervolume en de spuitdop die zorgen voor een verschil in effectiviteit. Als u met de juiste watervolume en de juiste spuitdop uw bespuiting uitvoert, kan de effectiviteit veel hoger zijn dan met de verkeerde afstellingen. Nou, bovenop deze twee factoren hebben we ook nog tuning. En bij tuning kijken we eigenlijk naar het variabel toepassen van gewasbeschermingsmiddelen op basis van taakkaart. Nou, als we dan naar Spray Assist kijken, Spray Assist helpt u bij de twee grote factoren bovenop het product. En dat zijn het weer en de techniek. Vanuit het weer kunnen we met de app zien wat de komende 5 dagen de weersvoorspellingen zijn. En in die komende 5 dagen kijkt de app dan naar de verschillende belangrijke factoren in het weer. Zo kijken we naar wind, windvlagen, maar ook naar de regen, luchtvochtigheid en naar de temperatuur. Nou, dit kunt u zien in een 5 dagen overzicht en per uur wordt het aangegeven met duidelijke kleuren, waardoor u een heel snel overzicht heeft. Naast het juiste spuitmoment gaan we kijken naar de bespuiting. Dus welke bespuiting wilt u uitvoeren? Nou, de bespuiting, bijvoorbeeld een Phytophthora-bespuiting in aardappelen. Op basis van deze bespuiting krijgt u van de app het watervolume en de spuitdop. Nou, het juiste watervolume en de spuitdop kunnen zorgen voor een hogere effectiviteit. En die spuitdop, die wordt niet zomaar uit een lijst gekozen, maar die is afgesteld op de spuitdoppen die bij u op de spuitmachine zitten, waardoor het altijd een relevant advies voor u is. De app is op dit moment beschikbaar voor iOS en Android. En ik wil u graag meenemen door de app heen. Zoals u heeft kunnen zien, kan Spray Assist een handige en eenvoudige tool zijn om te werken naar een zo effectief mogelijke en duurzaam mogelijke bespuiting. De app is op dit moment gebouwd voor aardappelen en granen, maar er zullen meerdere gewassen volgen in de toekomst. De app is te downloaden via de QR-codes die hiernaast op de slide staan. En als u andere vragen heeft over spuittechniek of over digitale apps, kunt u contact met mij opnemen via e-mailadres of via telefoonnummer. Als u nog meer vragen heeft over Syngenta, kunt u terecht op onze website. Dank u voor uw aandacht.